het Stratums Eind. Hier vlakbij zit het beste wijnrestaurant van Nederland. Beste wijnrestaurant van Nederland. Powered by Courgier. Tromgeroffel alom. Beste wijnrestaurant van Nederland voor het derde jaar op rij. Sarzo! Ja, mooi, tof. Ja, heel vet. Ja. Ja, weer hè. Dus, ja, er heeft een jaartje corona wel tussen gezeten. Dan maar... wel, okay. Ik moet het woord natuurlijk dan wel even ook overhandigen. Alsjeblieft. Ja, en we hebben er een mooie oorkonde bij gemaakt. Yes. Daarin. Dankjewel. Maar sorry, ik onderbrak je in je verhaal. Ja, sorry. Ja, mooi dat we dit beeldje weer mogen ontvangen dit jaar. Ja. Met, ja. 500 beste chefs hebben gestemd. Natuurlijk een bijzondere jury. Ja, mega trots. Dat, op onze kelder, onze collectie. Dus, ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind het, ja, het is natuurlijk iets wat natuurlijk wel van kinds af aan heeft ingezeten. En eigenlijk ook met alle lof, Stefan werkt natuurlijk al 8 jaar nu. Ongerekend, ja. Gemiddeld genomen. Ja. Te kort. Te kort, ja. En dat je ziet dat er nog steeds wel talenten zijn. Hè. We mogen ook wel klagen over dat we te weinig personeel hebben, maar dat we mogen niet klagen dat we echt wel hele goede talenten hebben. En ik denk dat hij zich bewezen heeft van een ambulant op zondag, handje kontantje, tot gewoon een topsommelier. En de evolutie heeft meegemaakt dat we gewoon nu inmiddels gewoon 4 kelders hebben, omdat we te weinig ruimte hebben in 1 kelder. Dus het is echt... Alle eer, ik betaal, maar hij bepaalt. Mooi, dus je bent echt besmet met het wijnvieren. Ja, als je het eenmaal hebt, dan kom je er moeilijk vanaf, zeg maar. Dus dat is wel een ding. Een hoop administratie aan de zijkant, maar uiteindelijk is in de service weer het werk wat het mooi maakt. Dus, Ja, en deze zaak natuurlijk staat bekend ook om die wijn-spijscombinatie, maar zeker die wijnen met zo'n mooie sommelier. Ik zou zeggen, ga absoluut een keertje naar Eindhoven. Het is zeker de moeite waard. Beste wijnrestaurant van Nederland. Powered by Courgier.